abonneer. Bijna 1 miljoen abonnees, please. Ben jij verliefd op iemand en je durft het niet te vragen? Huur dan RappiSR in. Hij is de presentator van het programma Gek op jou, gemaakt door de VPRO. Hij gaat samen met een verliefd iemand aanspreken. Nou, eigenlijk nee, want ik heb al een vriendin. En kijken of ze verkering willen. Wil je verkering met me? Nee, sorry. En daarna gaat hij voor ze rappen. Zeg je nee, is het oké, maar doet het zeer. Vandaag kijken we een aflevering van Melissa. Ze is 11 jaar en ze is verliefd op een jongen genaamd Bastiaan. Elke aflevering begint met... Hoi Yasser, help, ik heb een geheime liefde. Volgens mij kun je Yasser alles vragen. Hoi Yasser, ik heb last van aanbijen. Hoi Yasser, wil je vriendelijk? We zijn vandaag in het zonnige Maassluis en hier woont Melissa. Ik ben benieuwd waar Melissa allemaal van houdt. Melissa houdt van korfbal. Oké. Okay. Ze houdt van dansen. Ja? En ze kan ook nog eens goed zingen. Wow, wow, wow. Ik ben zo verliefd op Bastiaan. Oh, oké. Okay. Dat is enorm duidelijk. Dat is vaker verliefd geweest. Maar dat waren maar een paar hartjes in mijn buik. En nu zijn het echt wel meer dan een miljoen hartjes in mijn buik. Waarom heb ik het gevoel dat deze teksten niet geschreven zijn door Melissa zelf, maar door iemand van de regie? Want zij is lief, zorgzaam en ontzettend knap. Ik wil voor altijd bij hem zijn. Oh my god, dit is zo ongemakkelijk. Dit moet wel geschreven zijn door iemand van de regie. Ik wil wel zo snel mogelijk verkering aan hem vragen. Want anders ben ik bang dat iemand anders hem vraagt. Oh my god, ze is zwaar wanhopig. Volgens Melissa is Bastiaan super populair bij de meiden. Heeft ze nou een foto van Bastiaan uitgeprint? Is dat Bastiaan? Hebben ze Bastiaan toestemming voor gevraagd? Zal er zoveel vragen? En als er weer een meisje om hem heen hangt en hem een knuffel geeft, dan word ik zo jaloers. Dan denk ik, blijf van hem af, hij is van mij. Oh, dat is dreigende taal. Alleen weet hij dat zelf nog niet. Waarom voel ik me persoonlijk bedreigd? Ik ben heel vaak verliefd geweest op andere jongen. Nooit echt een jaar of anderhalf jaar. En daarom weet ik zeker dat dit de ware voor me is. Je bent 11! Je bent 11! Op deze leeftijd moet je niet bezig zijn met de ware vinden. Je moet bezig zijn om te kijken of je baby boy niet in de broek heeft gescheten. Je haalt waarschijnlijk superveel van je moeder. Ja. Praten we over net zoveel houden van Bastiaan misschien? Wat? Dat is eerlijk gezegd nog wel iets meer. Oh. Als mijn moeder dit zou horen, ik zou persoonlijk worden geklapt. Arme moeder. Als ik hem niet zie, dan is het eigenlijk een soort van ongeluksdag. En als ik hem wel zie, dan is het een soort van geluksdag. Dat word ik ook een soort van engeltje. Ze is een beetje eng-obsessed. Bastiaan en ik zijn dan alleen nog maar een soort van op de wereld. En alles is dan weg. Lijkt het net of, ja, of hij er alleen nog maar is. Dit noem je ook wel Adam en Eva. Pak je Bijbel er maar bij. En Dr. Love, yes, R is de slang die de appel wilt geven. Maar de appel is dan een rap. Ik laat mijn jaloezie eigenlijk nooit zien. Maar in mezelf denk ik wel van, ik wil ze slaan. Oh. Pardon? Wat? Ik wil ze slaan. Bro, yes, R zit ook niet van je plan. Is niet goed, dametje. Is er nu enig idee of de liefde ook wederzijds is? Ik weet het niet helemaal zeker. Wat een kutvraag. Oh. Maar wat wilt ze nou eigenlijk doen met Bastiaan? Leuke dingen doen en mijn vriendin heeft ook verkering, maar die durft niks te knuffelen, durft ze niet. Gooit ze nou haar vriendin op televisie voor de bus? Oh. Zeg er wat van je, sir! Dat wil ik juist wel gaan doen. Ja, want jij durft dat wel. Jongens vinden op die leeftijd knuffelen jakkie. Dat is bal. Meisjes zijn vies dan. Nou, ik heb in ieder geval een begin gemaakt voor de rap. Oh, de rap, jongens. De rap. Het beste stukje van de serie. Ik heb heel erg erin benadrukt dat je heel verliefd bent. Waarschuwing, 9 van de 10 keer is dit behoorlijk geweest. Bastiaan, check ik flow ze eruit. Er is een dame met veel hartjes in de buik. De liefde die ze voor je heeft, dat is niet normaal. Een tipje van de sluier. Je moet niet bezig zijn met een jongen, je komt net uit de luier. Korfbal. Yeah, oh. Korfbal. Alles echt cool. Dat het heel serieus voor me is en dat ik echt van hem hou. Kinderliefdes, het is cute, maar als je het zo bekijkt, zijn kinderliefdes gewoon echt behoorlijk eng. Iedereen is geobsedeerd. Ik wil weten hoe wat Bastiaan hierop zou reageren. Hé, maar het is wel echt afgelopen met die jaloezie, hè, als hij ja zegt. Want een jaloers vriendin is echt niet cool. Hoi Mac. Stel nou dat hij nee zegt. Nou, wat mijn vriendinnen zeiden is dat hij dan niet de ware vorm is. En je bent 11! Je hoeft niet op zoek te gaan! Je komt de ware wel eens tegen als je 40 bent! Let's go, we gaan onze best doen. Ja. Oh god, nu gaat het gebeuren. Wingman, Yes, R en Melissa gaan op zoek naar Bastiaan. Ja, ik vind het nu al spannender dan Avengers Endgame.
Bastiaan is op dit moment aan het korfballen. Ik ga er als een speer naartoe. Ik ga mijn best voor je doen. En jij houdt je rustig, hè? Waarschijnlijk wacht Melissa hier 2 uur voordat liefdeskoning Jess er weer terug is gekomen. Zo gaat de tv-wereld. Ik expose jullie. Het is alleen maar wachten. Ik ben op zoek naar Bastiaan. Dag Bastiaan. Hij kijkt zo overdonderd. Ik ga stukken. Hoe gaat het? Goed. Wat is het? Wat is het? Oh. Voor mij ziet hij de bui al aankomen en hij heeft hier zo geen zin in. Zal ik wel gelijk met de deur in huis vallen? Er is namelijk een dame. Zijn gezicht, ouwe. Hij vindt het niks. En het is ook nog voor het hele korfbalteam. Die is heel erg verliefd op jou. Ik zou ook zo bang zijn als Love Expert Jess er in één keer met een cameracrew in een boombox binnenkomt lopen. Ik zou vluchten. Ben jij nou echt van wat gebeurt hier nou weer? Hij haat het zo erg. Bastiaan, check ik flow ze eruit. Er is een dame met veel hartjes in de buik. De liefde die ze voor je heeft, dat is niet normaal. Een tipje van de sluier, denk aan korfbal. Ik zie je kijken van wie is dit nou? Nee, hij vraagt zich gewoon af. Waarom doe je dit? Ik zou dit ook ongemakkelijk vinden. Kijk goed, homie. Ze is gek op jou. En daarom ben ik hier, met deze track voor jou. Heb je enig idee van wie dit zou kunnen komen? Ik denk zomaar van Melissa. Ik wist het! Bastiaan moest het wel weten! Geen flauw idee? Nou, ik lieg een beetje. Ik weet wel wie het is. Oh. Maar ik ben toch wel benieuwd of er een ja uit zijn mond komt. En kijken mensen van binnen naar buiten. Oh, dit is zo confronterend dat het hilarisch is. Oh, nou, grote man. Weet jij wie deze dame is? Melissa. Jesse is wel oprecht een wingman voor kinderen. Thanks, Jesse. Melissa die vindt jou heel erg leuk. En die zou jou heel graag een keer mee uit eten willen vragen. Naar de plaatselijke snackbar om milkshakes te gaan drinken en kouwen op Jawnbreakers. Maar wat ze eigenlijk wil, om heel direct te zijn, is verkering. Wat is daarop jouw antwoord? Denk daar rustig over na. Dat gezicht ook. Moet dit nou echt? Moet dit nou of niet? Verdomme Jesse, wat doe je maar? Er gaan zoveel vragen door omheen. Wat is daarop jouw antwoord? Oh, spannend. Ik ben een hele lieve meid, maar... Nee! Niet de maar! Sorry, nee. Het is niet erg bedoeld. Je bent een hele aardige meid. Ja. Dat weet ik. Denied! Waarom op zo'n volwassen manier? Staat er een beetje bezweet bij. Ga lekker terug naar trainen, anders word je nog eens ziek. En Ik ga weer. Ja, doei. Liep Bastiaan nou weg? Balen. Oh, hij rent zelf weg! Ze weet nu wel dat ik er niet heel erg aardig... Vindt dat niet aardig? Wat? En niet super lief vindt. Bastiaan! Man, leuk. Maar wel dat we vrienden blijven, dat heb ik ook gezegd. Bastiaan praat gewoon overdonder. Dat is niet raar of zo. Snap ik ook wel als Cupido er in één keer voor je staat. Komt echt wel goed met jou. Kijk eens wat voor mooie meid je bent. Ja. Wat vonden jullie van deze aflevering? Laat het achter in de reacties. Moet ik dit vaker doen? Let me know. Abonneer. En dames en heren, jaloers zijn heeft geen zin. En slaan ook.